De eensporige noodoverspanning in het midden van de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen is vervangen door een nieuwe dubbelsporige boog. Daarmee is de brug na ruim 10 jaar definitief hersteld. De beide overspanningen werden niet uit en in gevaren, zoals meestal gebruikelijk is, maar uit en in gerold. De beide middelste pijlers waren daartoe aan weerskanten verbreed. Telkens als de lieren de oude boog een meter hadden verschoven, werd de nieuwe er even ver ingeschoven. In totaal werd zo een afstand van 7,5 meter afgelegd. Per telefoon kregen de mannen aan de lieren hun instructies. Hier is de nieuwe boog bijna op zijn plaats. Het hele karwei werd in de recordtijd van 4 uur opgeknapt. Toen kon een der arbeiders op de top van de nieuwe overspanning de driekleur planten. Onmiddellijk hierna werden de elektrische bovenleidingen gemonteerd en de verbindingen van de rails gemaakt. En nog geen 24 uur later kon de eerste trein de brug reeds weer passeren. Over enkel spoor nog. Maar over een week of 3 zal de spoorbrug, evenals voor de oorlog, weer geheel over dubbelspoor bereikbaar zijn.